Dit is de hangmat van Ticket to the Moon. En een hangmat staat natuurlijk symbool voor ontspanning. En daarom is het ontzettend leuk om een hangmat aan boord te hebben. Voor op een eiland of op de boot zelf. Hij komt in dit leuke tasje en is lichtgewicht. Hij weegt 500 gram. Alles wat hij nodig heeft voor de hangmat zit hierin. Opgeborgen. En we gaan dit nu laten zien. U ziet hier de blauwe uitvoering helemaal uitgevouwen. En hij heeft een ruim lichtoppervlak, 150 centimeter breed. Hij is bedoeld voor één persoon, maar eventueel zou hier ook prima met twee kinderen in kunnen liggen. En het materiaal zelf is van lichtgewicht parachutestof. En dat is heerlijk zacht en ademend. Leuk om ook te laten zien is dit slimme zakje. Die zit standaard vast bevestigd op de hangmat. En hierin kunt u hem opbergen als u hem weer opvouwt. Maar als u in de hangmat ligt, kunt u ook uitstekend hier uw zonnebril in opbergen of een boek even kwijt. Aan het uiteinde is de hangmat voorzien van twee RVS haken waarmee u de hangmat kunt ophangen. En goed om ook even te laten zien is dat die driedubbel gestikt is. En dat maakt het een hele sterke en duurzame hangmat. Accessoires om bij te bestellen zijn deze koordjes waarmee u de hangmat natuurlijk verlengt en op een slimme plek aan boord kunt bevestigen. En er is ook nog een uitgebreidere variant. En dat is de boomvriendelijke bevestigingsset. En die is voorzien van een strap waarmee u hem om een boom heen kan hangen. Of een andere plek waar u niet wilt dat het koord snijdt. En die kunt u op deze manier in een lus eromheen slaan. En daarna met de koordjes aan de hangmat bevestigen. De hangmat is er in drie kleuren. Allereerst de groene uitvoering. Dan is er de geel met rode uitvoering. En de uitvoering die u net gezien heeft, in het blauw. En wilt u meer informatie over de hangmat van Ticket to the Moon, dan kunt u terecht op salespecials.nl of u klikt op de link in deze video.